Suriname zal geen voedselschaarste kennen als gevolg van de ontwikkelingen rond de rattenplaag in het westen, zei minister Prelaat Siudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren voor de ministerraadsvergadering. De bewindsman merkt op dat er genoeg voedsel is om te voorzien in de behoeften van de samenleving. Met een areaal van 12.000 tot 15.000 hectare is ons lokale behoefte op jarenbasis voorzien. Op jaarbasis, houdt u rekening mee. Afgelopen seizoen is ongeveer 20.000 hectare ingezaaid. Schade tot nu toe, hebben de deskundigen gemeten, is ongeveer 7%. Dus we zitten ruim binnen de behoefte welke we hebben. Maar dan voor één jaar. De minister stelt dat er nu een discussie gaande is met exporteurs. Voor nu dreigt er ook geen gevaar voor de exportsector voor de komende 2 seizoenen. Zit alles op zijn plaats, meent Siudien. Besluit is zaterdag door de president genomen dat ik vandaag in de regeringsraadsvergadering met zo'n schaderapport tot nu toe voor die 7% kom. Om dan in de regering te beslissen van hoe hiermee verder om te gaan. Kijk, de binnenland, je kunt in 2 fases opdelen. 1 is door de regen toen ze onder water waren gelopen. 2 is dat te maken had met het openen van die spelwees van een Suralco, de Afubaga. Een deel van de boeren zijn reeds betaald door de staatsolie. En dat moeten we nu verder gaan en evalueren en nagaan van hoe hiermee verder te gaan. De bewindsman stelt verder dat de visverkoop in Nikeri weer op gang is gekomen. Vooral nadat het onderzoek naar rattengif in kwikwi en andere diersoorten heeft uitgewezen dat die geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.